Bewoners van het dorp Abinastong, te boven Suriname, zijn nu meer dan ooit gemotiveerd de ontwikkeling van hun gebied in eigen hand te nemen. Dat hebben ze het afgelopen weekend gedemonstreerd bij de officiële ingebruikname van het nieuwe logeergebouw en 5 aanmeerstijgers. Deze voorzieningen hebben ruim $90.000 gekost en zijn gefinancierd uit middelen verkregen uit het gemeenschapsbos van Abinastong. De bouw heeft ongeveer een jaar geduurd en is een initiatief van het huidige dorpsgezag. Abinasuti, zoals het logeergebouw heet, telt 16 kamers. Een tegenvaller is dat het dorp niet over elektriciteit beschikt. Het logeergebouw en de aanmeerstijgers zijn volgens dorpelingen en vertegenwoordigers van de overheid de eerste stap naar duurzame ontwikkeling van Abinastong. Districtscommissaris Yvonne Pinas zal deze initiatieven daarom altijd ondersteunen. Dit wil ik graag zien. Dit is een stukje ontwikkeling voor ons in het binnenland. We weten dat de overheid het nu een beetje moeilijk heeft. En waar wij zelf kunnen inkomen met de middelen die we hebben om onze gebieden, de dorpen te ontwikkelen, dan sta ik als DC 100% achter de mensen. We hebben heel lang getimmerd aan de weg. We hebben heel lang samen met die dorpen, samen met het traditioneel gezag, de kapiteins en de basjes en ook de grammans, hebben we getracht om een stukje recht te geven aan hun, een instrument te geven aan hun, zodat zij zelf kunnen bepalen hoe hun dorpen tot ontwikkeling moeten komen. Zonder, of laat maar zeggen, met weinig invloed of weinig steun van de centrale overheid. Ondanks het feit dat de projecten zijn gerealiseerd, is er nog steeds oneenigheid over de besteding van geld verkregen uit het gemeenschapsbos. In het verleden zijn de spanningen heel hoog opgelopen. Dit is de reden waarom het oude logeergebouw in 2007 is afgebroken. Volgens dorpshoofd Samuel Petrusi is er sprake van afgunst. Hij meent dat er nog steeds ontevredenheid is onder de plaatselijke bewoners. Maar dat haalt het huidige dorpsgezag echter niet van zijn doel af, zegt Petrusi. Ik wil het niet doen, maar ik wil het niet doen. De Tunesië is heel erg. Dat even dat je stopt, dat je dan lid bent. Dus door een model voelen dat hij een bepaalde ontwikkeling van Petrusi in de Europa. En die andere mankandra, als dat je mankeert, altijd weer dan fit om te schrijven. Doordat hij aan dat in opbrengen heeft. Dus de jaar is sapsa en na dit. Maar dat altijd het idee in het begin, dat je moet elkaar gaan, dat je geen kracht hebt, voor kapsa die spalen, want altijd je hebt die feit is, maar zo'n feit je tegen. En dat is de psa. Als je psa en de euro zou doen, dan heb je geen feit op de kies. Maar een kracht is gado, toch op een gado dat je kracht hebt, de euro zou op de kies, ook kapot de pijl bij mijn spot. Zomaar bij feit, euro. Ja, problemen is nog wel door voor zijn gemeenschap. Dat was Samuel Petrusi, kapitein van het dorp Abinastong in het boven Suriname gebied. Hij is zeer ingenomen met de bouw van het nieuwe logeergebouw en de 5 aanmeerstijgers. De officiële ingebruikname vond het afgelopen weekend plaats door districtscommissaris Yvonne Pinas.